Ja, we staan hier in het Gagelbos. Op weg eigenlijk, het pad op weg naar het speelbos. Als onderdeel van het hele Noorderpark. Ja, je ziet hier eigenlijk mooi dat net buiten de rondweg, vlak langs de wijk, is het eerste stuk van het open gebied wat erachter ligt, ja, recreatief ingericht. Met hier het speelbos en een lange zone voor honden. De Gagelpolder die alleen maar eromheen toegankelijk is omdat het een natuurgebied is. En hier wat meer, nog meer recreatieve activiteiten met de forelvijver, horeca, BMX-baan. En eigenlijk kun je het hele gebied fietsen. Dus het is zowel met de brug hier lopend toegankelijk met de fiets. Ja, er zijn heel veel namen, want het Noorderpark is eigenlijk het hele grote gebied. De Polderruigehoek en Fort Ruigehoek, de Gagel, Gagelbos. Dus er zijn verschillende benamingen, maar het omhelst allemaal hetzelfde. Alleen het zijn kleinere onderdelen van een groter geheel. Ja, zo heet het gebied, Noorderpark Ruigehoek. En het is mooi dat Fort de Gagel onderdeel mag uitmaken van het mooie plan wat daarvoor is ontwikkeld. En wat de mensen uit Utrecht in staat stelt om gebruik te maken van mooie natuur. Voor recreatie, om te wandelen, op te fietsen en te genieten van de omgeving. Ja, hoe ik de toekomst zie voor dit gebied is dat het eigenlijk een nog aantrekkelijker gebied wordt om te recreëren en te ontspannen. En ja, dat er wat functies aan worden toegevoegd of dat er dingen verbeteren. Want ja, zo is er bijvoorbeeld, zijn er geen toiletten bij het speelbos. Nou, voor kinderen is dat wel fijn als dat wel het geval is bijvoorbeeld. En dat is het mooie van dit proces, dat we juist in contact zijn met de omgeving. Om op te halen wat er beter kan. Dit is de plek waar straks het terras komt. Waarvan iedereen kan genieten van het fort, maar ook van het Noorderpark. Want als we hier naar rechts kijken, dan kijken we op het Noorderpark en het Gagelbos. Het speelbos voor de kinderen. Het is natuurlijk voor mensen is het één gebied waar je kunt recreëren en genieten. En je ziet er eigenlijk in het waterlinielandschap tussen Fort de Gagel en Blauwkapel en Ruigehoek in. En er zijn heel diverse dingen te doen, dus we willen het gebied ook echt als één gebied beschouwen. Fort Gagel is eigendom van de gemeente Utrecht. Het is een van de 8 forten die de gemeente Utrecht in eigendom heeft en onderdeel uitmaken van de waterlinie. Dit fort wordt herontwikkeld als laatste fort van de 8. En het is mooi dat we in de gelegenheid zijn om daar een mooie nieuwe bestemming aan te geven. Ja, als ik het heel ambtelijk moet zeggen, is het scharnierpunt tussen stad en Noorderpark. Op verhaal komen in het waterliniegebied. Samen sporten. Spelen en ontspannen. Binnen handbereik.